ben Julia Korn en ik doe hier mee met de acteur-filmworkshop. Mensen zijn hier aan het chillen. Chillen? Nee, dat wordt een set hard gemaakt. Gewerkt. Chillen. IJs eten bijvoorbeeld. Voor, dit is een speciaal chillen. Plekje, speciale hoek voor ijs. Hier, dit is de wachtkamer van het ziekenhuis, zoals je kunt zien. Ze zijn even in bespreking. Ja, vertel eens meer. Vertel meer. Wat zijn de characters hier? Hier twee vriendinnen, die zijn onwijs verdrietig dat hun vriendin een gebroken hart heeft. Oh. Dus die is opgenomen. Oh, en zij wachten nu op het nieuws van wat gaat er gebeuren. Gaat het ooit nog goed komen? Kunnen we dat hart nog bij elkaar rapen? Ja, dat is best wel hectisch. Dat is spannend. De echt heftig onderwerp. Vinden is het leuk dat je ze even vraagt? Ja, kom maar mee. Wat vinden jullie van de scènes die we moeten doen? Leuk. Wij hebben nog geen scène gedaan. Oké, maar de scènes die jullie nog moeten doen? Heel erg leuk. Oké, goed zo. Alles duurt veel langer dan je. We gaan even het shot opleiden ondertussen dat jullie aan het kletsen zijn. Heel erg belangrijk. Wat hebben we nodig? Licht is altijd heel belangrijk. Hier worden foto's gemaakt voor het castingbureau. Spiegel. Hier wordt momenteel opgenomen. Stil op de set! Nou, met al het filmen heb je altijd energie nodig. Daarvoor is het eten. Wat hebben jullie vandaag allemaal gezien? Mooie dingen? Ja, heel mooie dingen. We begonnen vanochtend al met een waanzinnig gave workshop hier. Je ziet het om je Hier zijn ze net klaar met de scène zo te zien. Hoe ging het opnemen? Ja, heel goed. Het was wel erg chaotisch, maar voor de rest was het superleuk. Goed zo. Oeh, eng. Die deur zit dicht. Dan blijven we hier. Kan die open? Ja. Nu zijn ze een hele dramatische scène aan het doen. Daar schrok ik van. Daar schrok ik heel erg van. Even kijken, kunnen jullie iemand anders vragen? Ah, dat meisje. Hallo. Kan je misschien uitleggen wat er nu gebeurt hier? We zijn nu het oefenen voor de dadelijk in de kamer. Dus hij is nog niet aan het lopen? Nee. Oké, dus het is belangrijk dat er een paar keer geoefend wordt. Totdat het echt. Oké. Ja. Je maakt alleen maar foto's van iedereen? Ja, ik maak foto's gewoon voor het NFAW inderdaad. Voor de site en zo. Ja, klopt. Leuk. Ja, dat is heel bezet. Dit noem ik nou een killer wedding. Heftig, heel heftig. Vertel, wat is jouw deelname hier aan? Wat doe jij allemaal? Dat vraag ik me ook een beetje af. Wat ik doe is, ik ben een teamcaptain en ik begeleid wanhopige meisjes zoals haar. Nee hoor. Ik begeleid samen met deze man en een paar andere mensen jeugd naar hun droom. En zeker hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het heel. Ik vind het leuker dan verwacht. En gaat het goed? Zie je zeg maar jezelf vroeger in deze kinderen? Nee, want vroeger had ik nooit echt gedacht dat ik acteur zou worden. Dus heb ik... Wanneer begon je dit te denken dan? Rond mijn
16 of zo. 16 pas? Ja. Oh, wauw. En jij bent nu presentatrice geworden? Ja, ik val even in. Het is een superleuke dag. Leuke, jonge, getalenteerde mensen. Ik verheug me morgen op de première. Straks eerst even voetbal kijken en een biertje doen met deze man en nog een paar anderen. En bier? Een gezellig. Ja, maar gewoon... Een colaatje, gewoon colaatje. Tuurlijk, ja, nope, door. En door. En door. Dag, dag. De trap. Oh, kijk, hier zie je perfecte. Een set is natuurlijk altijd heel chaotisch. Je hebt allemaal props en dingen. Dat zie je hier. Daar is de visagie. Want, nou ja, alle acteurs en actrices hebben make-up nodig. Dat kan chaotisch worden. Maar de rust is er nog wel. En wat doe jij hier in dit weekend? De productie. Belangrijk. Ja, alle kleine dingetjes rondom de film. Dus jouw hoofd is nog wel geordend, want dit, als je hier naar kijkt, dan denk je... Vooruit als je naar beneden kijkt, dan ziet mijn hoofd ook wel uit. Ja, ja, ja. En wat vind je zelf van het weekend? De dag eigenlijk niet? Tot nu toe de dag. Ik vind het heel erg leuk gegaan. Kleding, hè? Rekkenvol. Heb je iemand geslagen, maar... Nee, ik had dit aan. Ik had een jas aan. Deze jas. Niet helemaal deze jas. Dus je was een dokter en je hebt iemand geslagen. Oké, ik denk dat de camera straks gaat draaien. Dus iedereen moet nu stil zijn. Ja, we zijn inderdaad nou een lichten, set aan het ombouwen. De lichten zijn belangrijk. Anders kan je acteurs gezichten niet zien, de emotie niet zien. Klopt. De props, heel belangrijk props. Klopt. Zijn er genoeg hier in deze ruimte? Ja, kijk rond. Dit is de microfoon. Het is heel zacht. Nou, ik denk dat we hier gewoon weg moeten gaan nu. Ik ben een beetje geïrriteerd worden. Ik ben heel moe. Ik doe echt best wel even. Ja. Het is overnieuw doen en overnieuw doen. Nou, slaap lekker hoor, jongens.